En op een gegeven moment fluistert die gast in mijn oor. Ik heb trouwens wel een vriendin. En ik echt zo, gast, wat doe je dan bij mij? En toen ben ik dus in 1 week tijd met 4 mannen op date geweest. Dat het antwoord op jullie prangende vraag of ik een nieuwe vriend heb. Super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Lotte en vandaag ga ik een soort van storytime-achtige video doen. Het is niet van 1 verhaal of zo, maar eigenlijk van de afgelopen 8 maanden, zo'n beetje. Even een soort beginsituatie voor degene die me nog niet zo lang volgen. Ik kreeg toen ik 16 was een relatie. Dat was mijn eerste echte serieuze relatie. En die heeft 14 jaar lang geduurd. En vorig jaar in juni liep die relatie ten einde. Toen was ik dus 30 jaar en ik heb dus nooit gedate. Dus ja, er ging nogal een wereld voor me open, kan ik je wel vertellen. Het was behoorlijk overweldigend. Ik kreeg, zodra het hoge woord eruit was online en mensen dus wisten dat ik vrijgezel was, kreeg ik echt van alle kanten DM's en privéberichtjes en WhatsAppjes van mannen die interesse in me bleken te hebben. Vond ik echt best wel overweldigend en ook heel erg gek, want van sommigen had ik echt zoiets van maar ik heb jou echt letterlijk al jaren niet gesproken. Echt nooit meer contact mee gehad en opeens stuur je mij een berichtje omdat ik nu vrijgezel ben. Vond ik echt super gek of zo, maar blijkbaar gaat dat dan zo. En ook van mannen die gewoon een vriendin hebben, kreeg ik berichtjes. Vond ik ook wel heel bijzonder. En toen dacht ik, goh, moet ik hier iets mee? En toen dacht ik, nee, ga ik niet doen. En ik heb al gauw ontdekt, na een paar weken al, dat ik eigenlijk te lief ben, te aardig. Ik ben gewoon best wel sociaal en maak makkelijk een praatje. En ik merkte al snel dat die mannen die mij berichtjes stuurden, niet per se gewoon alleen maar een oppervlakkig hoe is het nu met je praatje met me wilde maken. Maar dat ze meer wilden. En daar moest ik echt heel erg mijn draai in vinden. Dat vond ik echt lastig. Ik vond het heel erg moeilijk om op te maken wat die mannen precies van me wilden. Want ik dacht, nou ja, ze zijn gewoon oprecht geïnteresseerd in hoe het met me gaat. Maar ja, dan blijkt dus toch dat ze eigenlijk interesse hebben in andere dingen en meer willen dan alleen maar weten hoe het met je gaat. En dat is dan best wel, voor mij was dat gewoon helemaal nieuw. Dat klinkt misschien heel logisch voor veel mensen, maar voor mij was het echt dat ik dacht, oké, zit dit erachter? Dus toen heb ik op advies van vriendinnen al best wel snel geleerd dat je beter gewoon meteen kunt zeggen van, joh, ik ben nog niet toe aan daten. En dat mannen dat ook prettiger vinden als je gewoon meteen zegt van, ik heb geen interesse. Nou, oké. Dat had ik inmiddels geleerd. Verder ben ik lekker uitgegaan met vriendinnen. Ik had elk weekend wel een feestje, soms zelfs meerdere. Daar heb ik echt intens van genoten. Voor het eerst als vrije vrouw, om het maar zo te noemen. Ook dat was wel echt eventjes wennen. Ook daarin ging er echt een wereld voor me open. Want tuurlijk, ik kreeg wel eens vaker aandacht van mannen toen ik nog een relatie had. Maar ja, dat ketste ik dan vrij snel af, omdat ik een relatie had. En dan kon ik ook gewoon zeggen van, ik heb al een vriend, weet je wel. En nu opeens was dat niet. Dus ook tijdens het uitgaan merkte ik heel erg dat mannen niet per se, de meeste dan hè, gezellig naar me toe kwamen om een praatje te maken, maar dat ze aan het flirten waren, dat ze me aan het versieren waren. Ja, wist ik veel. Ja, ik klink nu zo naïef, maar echt, dat kan je je wel niet voorstellen hoe dat is als je gewoon nog nooit vrijgezel bent geweest in je hele leven. Wat er dan opeens allemaal op je afkomt, was voor andere mensen misschien heel normaal. Dus ja, ik vond dat echt overweldigend. Nogmaals, dat is het goede woord voor hoe ik me voelde. Ik was echt overweldigd van alle aandacht die ik kreeg. Ik moet wel toegeven dat ik er ook wel heel erg van heb genoten, van die aandacht. En dat ik echt dacht, wauw, ik ben aantrekkelijk blijkbaar, want ja, mannen versieren mij. En ik vond dat ook wel leuk om mee te maken. Even een kleine side note trouwens. Toen ik een relatie had, ging ik eigenlijk ook zo goed als nooit uit. Dus het uitgaan aan zich was ook een hele nieuwe beleving voor me. En dan ook nog eens als vrijgezel. En ook nog eens met allemaal mannen die op me afkwamen. Ja, het was gewoon helemaal nieuw voor me. Allemaal. Dus ja, tijdens het uitgaan afgelopen zomer heb ik lekker gedanst met mannen, heel veel gepraat met mannen, ook gewoon hele leuke gesprekken gehad. Niet alleen maar hele flirterige dingen. Sommige mannen willen daadwerkelijk gewoon een praatje met je maken. Ik heb 1 keer tijdens het uitgaan gezoend met een man. Dat was ook best wel een stap voor me. En ik heb er geen spijt van of zo, maar het betekende helemaal niks. Het stelde ook niks voor. Het was ook niet bijzonder fijn of zo. Het was gewoon, ja, een oppervlakkige zoen tijdens het uitgaan en that's it. Daarna ook nooit meer gesproken, die vent. Aan de ene kant liet ik het heel erg op me afkomen en dan had ik zoiets van, ik ben vrijgezel, prima, gezellig, lekker dansen. Prima, Marco, prima. Maar aan de andere kant merkte ik ook al wel vrij snel aan mezelf dat ik best wel duidelijke grenzen had en dat ik die ook wel echt
goed kon aangeven. Namelijk dat ik geen mannen meer naar huis toe wilde nemen. En dat ik ook eigenlijk nog niet toe was aan daten. Dus eigenlijk bleef het gewoon bij gezellige praatjes maken. Een beetje dansen. Eén keer een zoen. En meer een beetje genieten van het spel. Ik heb trouwens ook ontdekt dat er best wel veel klootzakken zijn tijdens het uitgaan. En dat dat niet per se de beste manier is om iemand te leren kennen. Zoals ik één avondje met Celine op stap hier in Utrecht. En Celine was toen nog vrijgezel. En nou ja, we waren gewoon lekker aan het kletsen met twee mannen. Was echt super gezellig. En ik was een beetje aan het dansen met een van die jongens. We waren best wel close met elkaar aan het dansen. En er was echt wel een soort chemie tussen ons. En ja, het was gewoon fijn. En op een gegeven moment fluistert die gast in mijn oor. Ik heb trouwens wel een vriendin. En ik echt zo, gast, wat doe je dan bij mij? Dus ik zei dat letterlijk. Zo van, maar wat doe je dan hier nu bij mij? Waarom ben je dan nu met mij aan het dansen? Heb je je arm om mij heen? Heb je mijn billen aangeraakt? Terwijl je gewoon een vriendin thuis op de bank hebt zitten. Dat is niet oké. En hij zo, ja, weet ik. Maar we hebben het moeilijk. En we gaan door een moeilijke tijd. En toen dacht ik echt, ja, maar dit is niet oké. Hier ga ik niet in mee. Wist ik veel dat hij een vriendin had. Ik denk, ja, je komt niet op mij af. En je gaat niet zo met mij staan dansen als je een vriendin hebt. Dus ja. Sorry. Toen wilde hij me dus zoenen. Terwijl ik dus net wist dat hij een vriendin had. Dus toen heb ik ook echt dit gedaan. Zo van, nee, gast. Dat gaan we niet doen. Hier ben ik het niet mee eens. Op een gegeven moment gingen Celine en ik naar huis. En ik had met die jongen dus Instagram-accounts uitgewisseld. En geloof het of niet, maar ik kreeg dus de dag erna een berichtje van hem. Dat hij het heel erg gezellig met me vond. En of ik een keertje met hem wil afspreken. Nou, dat vond ik echt niet oké. Toen heb ik hem ook best wel een lang bericht teruggestuurd. Dat ik het heel gezellig vond met hem de avond ervoor. En dat ik echt wel een aantrekkingskracht voelde tussen ons beiden. Maar dat ik dit gewoon echt niet oké vond. En dat ik hier geen deel van uit wilde maken. Dat ik hoopte dat hij eruit zou komen met zijn vriendin. En dat ik hem veel succes wenste. En nou ja, dat soort dingen. En toen heb ik hem ook uit mijn Instagram gegooid. En dacht ik, nope, hier wil ik niks mee te maken hebben. Maar zo zijn er een paar van dat soort situaties geweest. Waarbij mannen me dus aan het versieren waren. Terwijl ze gewoon een vriendin hadden. En niet in een open relatie zaten. Dat was voor mij wel echt een eye-opener. Dat ik dacht, oké, ik wil niet iemand ontmoeten tijdens het uitgaan. Want ik vertrouw dat gewoon niet. Even een sprongetje in de tijd. En dit vinden jullie vast ook interessant. Op een gegeven moment had ik een jongen ontmoet. Die ik echt heel erg leuk vond. Met wie het goed klikte. Met wie ik veel contact had gedurende de dag. Een paar keer afgesproken. En toen ben ik dus voor het eerst met een andere jongen naar bed geweest. Sinds mijn hele lange relatie. En dat was überhaupt in mijn hele leven nog maar de tweede jongen met wie ik ooit naar bed ben geweest. Dat was best wel een big deal voor me. Van tevoren. Ik had wel zoiets van, goh, ben ik hier al klaar voor? Wil ik dit wel? Is het niet te snel? Maar uiteindelijk vond ik hem echt wel heel erg leuk. En had ik zoiets van, ja, maar het voelt gewoon goed. Ik ben hier klaar voor. Ik wil dit. Ik ga dit doen. Eigenlijk was dat helemaal niet zo raar als ik had verwacht. En voelde het gewoon goed. Maar ik denk dus ook dat dat kwam doordat ik die jongen echt heel erg leuk vond. En uiteindelijk bleek al vrij snel dat het niks ging worden tussen ons op de lange termijn. En is het dus ook geen relatie of iets geworden. Heel eventjes heb ik toen getwijfeld of ik er wel goed aan heb gedaan om met hem naar bed te zijn gegaan. Maar eigenlijk dacht ik, ja, weet je, dit is ook gewoon onderdeel van het proces en van het ontdekken van de datingwereld en hoe dat in elkaar steekt. En ja, ik zie dat dan gewoon als een soort van levenservaring. Het was ook helemaal geen nare ervaring of zo, dus ik heb er absoluut geen spijt van. En ik denk dat het eigenlijk wel goed is geweest dat ik met hem naar bed ben gegaan, omdat ik hem wel heel erg leuk vond, maar ik was nog niet echt verliefd. Wat die drempel net wat minder hoog maakte, gek genoeg. Om voor het eerst na zo'n lange relatie met een ander naar bed te gaan. Oké, weer even een sprongetje in de tijd. Ik was met Celine op stap. Ja, ik ben echt heel veel met Celine op stap geweest de afgelopen tijd. Echt mijn partner in crime. We zaten in een wijnbar en Celine zegt tegen mij, weet je Lot, klaar met al die mannen tijdens het uitgaan? We gaan een dating app op jouw telefoon installeren. Geef je telefoon maar. En ik had zoiets van, ik wil dit helemaal niet. Dus ik heb best wel tegengestribbeld. Zo van, ah, ik weet niet of ik dit al wel wil. Of ik hier wel aan toe ben. En ik wil helemaal niet dat mannen mij als een soort van stuk vlees gaan keuren. En ik wil zelf ook helemaal geen vleeskeuring doen. En ik wil helemaal niet iemand ontmoeten via een dating app. En Celine zei, Lot, je maakt er echt een te grote big deal van. Je moet het gewoon eens in je leven hebben gedaan. Een dating app op je telefoon hebben gehad. Dus ik zo, oké, doe jij het dan maar. Ik zei wel, ik wil geen Tinder. Dat vond ik echt nog, dat ik dacht, nee, daar ben ik gewoon niet aan toe. Ik weet dat er ook heel veel gelukkige relaties zijn ontstaan uit Tinder. Maar ik had zoiets van, nee, dat zie ik gewoon echt niet zitten. Daar kom ik waarschijnlijk ook mensen op tegen die ik gewoon ken in real life. Dat vind ik ongemakkelijk. Daar heb ik gewoon geen zin in. Nou, zegt Celine, oké, dan downloaden we een andere app, Inner Circle.
ik had zoiets van, oké, prima. Toen heeft Celine mij daar wat over verteld. Want Celine had al ervaring met Inner Circle. En ze zei, ja, daar zitten gewoon leuke mannen die niet alleen maar uit zijn op één ding. En daar zitten ook gewoon mensen op die, ja, op zoek zijn naar iets serieus. Maar waarmee je ook gewoon gezellige gesprekken kunt voeren om een beetje te oefenen. Toen had ik zoiets van, oké, doe maar dan. Inner Circle, it is. Dus toen heeft Celine eigenlijk mijn profiel gecreëerd. Niet de tekst in mijn bio, maar wel de foto's uitgezocht. En alvast een beetje geswiped en zo. En ik heb er eigenlijk daarna een paar dagen niet meer naar gekeken. Ik had zoiets van, ja, ik wil dit eigenlijk helemaal niet. En ik ben er toch misschien nog niet klaar voor. Maar ja, een paar dagen daarna voelde ik me niet lekker. Ik lag in bed en ik verveelde me een beetje. En toen dacht ik, ik ben toch wel benieuwd naar die app. Nou, er zaten op zich best wel leuke mannen tussen. Ik had wel meteen met sommigen zoiets van, oké, nee, jij bent het sowieso niet. En met anderen heb ik een aantal dagen gekletst. Ik was wel best wel voorzichtig met het geven van mijn Instagram naam. En überhaupt met het geven van mijn nummer sowieso ook. Dat heb ik echt maar bij een paar mannen gedaan met wie ik gewoon een goed lopend, ietsje minder oppervlakkig gesprek had. En op een gegeven moment had ik 4 leuke matches. Met wie ik dus goede gesprekken had. En toen ben ik dus in 1 week tijd met 4 mannen op date geweest. Oké, de eerste date. Ik was zo onwijs zenuwachtig. Ik was dus nog nooit met een man echt op date geweest. En dit was ook nog eens een soort van semi-blind date. Want ja, ik had wel foto's gezien. Maar ja, mannen op dating apps hebben zulke slechte foto's. De meeste in ieder geval. Dat ik eigenlijk geen idee had hoe die eruit zag. Maar goed, die eerste dus. We spraken af in een bar waar je wijn kan proeven. Superleuk, was zijn idee. Ik was wel met de auto, dus ik kon helemaal niet veel drinken of zo. Maar dat wilde ik ook niet, want het was mijn eerste date ever. Bovendien mijn eerste date met hem. En ja, dan wil je niet stom dronken zijn. Tenminste, ik voelde daar niet zoveel voor. Dus het was ook fijn dat ik met de auto was. Ik had van tevoren wel gezegd dat het mijn eerste date ever was. Om hem ook in te laten zien dat het voor mij best wel een big deal was. En dat ik het dus mogelijk heel erg spannend zou vinden op de date zelf. Maar hij was heel erg lief en hij stelde me van tevoren heel erg op mijn gemak. Waardoor ik zoiets had van, oké, nou ja, leuk, fijn. Ik voel me goed bij deze man. Ik ga met hem afspreken. Dus ik kwam aanlopen bij die wijnbar. Hij stond buiten en ik dacht, oh, nou, dat ziet er echt een stuk beter uit dan ik had verwacht. En ik merkte dat hij best wel zenuwachtig was. En daardoor werd ik juist, gek genoeg, minder zenuwachtig. Omdat ik dacht, oh, die arme man is hartstikke zenuwachtig. Ik moet hem een beetje geruststellen dat het allemaal wel goed komt. Dus toen opeens waren de rollen een beetje omgedraaid. Vond ik heel erg grappig. Maar goed, we hadden leuke gesprekken. We hebben wat wijntjes geproefd. Elke keer maar een klein beetje, want ik moest dus rijden. En ja, het was gewoon een leuke date. Maar ik voelde eigenlijk al wel vrij snel dat ik verder me niet echt aangetrokken tot hem voelde. Ook al zag hij er prima uit. Gewoon goed verzorgd en zo. En was het een intelligente man. Had genoeg te vertellen, maar ik voelde het gewoon niet. Eigenlijk al vrij snel. En toen liep hij met me mee terug naar de auto. Onderweg naar de auto werd ik opeens wel helemaal zenuwachtig. Want ik dacht, ja, hoe gaan we straks afscheid van elkaar nemen? Is het normaal dat je elkaar dan 3 kussen geeft? Of een knuffel? Of een kus op de mond? Of misschien wil hij me wel zoenen? Wat moet ik doen? En ik wist in ieder geval wel al, ik wil niet met deze man zoenen, want ik voel er verder niks bij. Eenmaal aangekomen bij mijn auto, moesten we dus afscheid van elkaar nemen. En toen kreeg ik dus echt Spaans benauwd. Ik dacht, ah, oké, wat gaat hij doen en hoe ga ik reageren? Nou, toen gaf hij me dus 1 kusje op de mond. En dat vond ik best wel gewoon netjes en beleefd. Dus ja, ik dacht, oké, een kusje op de mond is prima. Ik was ook heel blij dat hij verder niks probeerde als in een zoen of zo, want daar had ik geen behoefte aan. En toen zei hij, ik vond het gezellig, tot de volgende keer. En toen zei ik, wie weet. Omdat ik natuurlijk al lang wist dat ik niet nog een keer met hem op date wilde. Ook al was het een hele leuke vent. Maar... En toen was hij dus echt een beetje gepikeerd. Zo van, hoe bedoel je, wie weet. We gaan toch sowieso nog op een volgende date. Dat zei hij letterlijk. En ik echt zo... Ik durfde niet toen op dat moment recht in zijn gezicht te zeggen van, nou, ik denk het niet. Dus nou ja, ik heb het maar een beetje toen in het open gelaten. En de volgende dag appte hij me dat hij het heel gezellig vond. En zo hebben we nog 1,5 dag of zo geappt. Ik heb elke keer pas laat gereageerd omdat ik een beetje wel hem wilde alvast laten wennen aan het idee dat ik misschien niet zo geïnteresseerd was. En toen zei hij dus van, zullen we volgende week weer afspreken? En toen dacht ik, ja, nu moet ik wel gewoon eerlijk zijn en zeggen nee. Dus toen heb ik gezegd van, hey, ik vond het heel gezellig, maar ik voel niet die romantische klik. Dus ja, wat mij betreft zit er geen tweede date in. Maar bedankt voor het leuke gesprek en heel veel succes nog in de datewereld, whatever, zoiets zei ik. Gewoon heel netjes en beleefd. Toen werd hij boos.
Ja, ik maak geen grapje. Toen was hij echt een soort van gepikeerd, wederom. Toen zei hij, maar we hadden het toch leuk? En echt ook met zo'n wenkbrauwpoppetje. Zo van, maar we hadden het toch leuk? Hoe kan je dat nou nu al weten? En waarom geef je het niet nog een kans? En nou ja, best wel, ja, dat ik dacht, wow, take it easy. Ik zeg toch gewoon dat ik geen romantische klik voelde. Dus toen heb ik dat ook gezegd van, nou ja, ik voelde gewoon niet die klik. En ja, ik luister gewoon naar mijn gevoel en... ik weet dat er niet meer in zit dan dit. Nou ja, en toen ging hij dus gewoon nog eventjes door. En was hij echt best wel een beetje bozig. En vond ik zijn toon ook niet meer zo prettig. En toen had ik zoiets van, oké, dit wil ik dus niet. Ik ben heel blij dat ik niet nog een keer met jou op date ben gegaan. Ik blokkeer jou nu. Nou ja, en toen heb ik hem dus geblokkeerd. En ja, dat was dus date 1. Date 2 en date 3 waren eigenlijk gewoon prima, heel gezellig. Maar een beetje hetzelfde verhaal. Leuke gesprekken. De mannen zagen er beter uit dan ik had verwacht naar aanleiding van de inner circle profielfoto's. Maar ik merkte gewoon al snel, dit wordt hem niet. Dit is gewoon een vriendschappelijk leuk gesprek, maar... meer zit er niet in. Dit was trouwens allemaal in dezelfde week, hè. Ik dacht, ik ga er gewoon voor. Ik gooi mezelf in het diepe. Ik heb 3 keer dezelfde outfit aangehad ook. Want ik dacht, ja, dit is een leuke outfit. Ik voel me hier prettig in. Deze doe ik gewoon bij alle mannen aan. De 4e date was dus ook in diezelfde week. Maar toen kwam net de lockdown. En die 4e date hebben we dus bij die man thuis gedaan. Ik zou dat normaal gesproken niet zo snel doen. Maar we hadden gewoon leuke gesprekken. En hij kwam uit mijn eigen woonplaats. En we hadden best wel veel gemeenschappelijke kennissen en mensen die we kenden en zo. Maar gek genoeg kenden wij elkaar nog helemaal niet. Hadden we elkaar ook nog nooit gezien. Maar het voelde dus best wel safe, omdat ik wist dat ik mensen kende die hem ook kenden. Dus toen hebben we bij hem thuis afgesproken uit een soort van noodzaak, omdat de horeca dicht was. En ja, dat was eigenlijk ook echt een hele leuke date. Heel gezellig. Hij heeft voor me gekookt toen. Dat was de eerste keer dat een man überhaupt voor mij heeft gekookt die niet mijn partner was. En toen hebben we nog een 2e date gehad. En die was ook heel erg gezellig en ook heel erg fijn. Maar toen merkte ik wel van, ja nee, dit wordt hem gewoon niet voor mij. Maar wel ook gewoon een, ja, lief, uitgebreid bericht gestuurd. Dat ik het heel erg lief vond dat hij voor me heeft gekookt. En dat het echt een hele sympathieke man is. En dat ik zeker weet dat hij een vrouw heel erg gelukkig kan maken. Maar dat ik niet die vrouw ben. En daar reageerde hij ook gewoon heel oké op. Dus ja, dat vond ik heel erg fijn hoe dat is afgelopen. En ook wel weer een goede ervaring voor mij. Nou ja, dit waren dus eigenlijk alle 4. Behalve de eerste dan, die was een beetje bozig. Maar dit waren dus eigenlijk gewoon allemaal mannen die gewoon intelligent waren. Met wie je leuke gesprekken kon voeren. Die... gewoon beleefd waren. Dus toen had ik eigenlijk wel het besef van, oké, er zit echt wel goede mannen gewoon op dating apps. En het is niet zo'n vleeskeuring als ik had verwacht. Ik moet wel zeggen, na die ene week waarin ik dus 4 dates heb gehad, was ik er ook wel echt eventjes klaar mee. Toen had ik zoiets van, dit was echt een hele hectische week. Ik vond het best wel stressvol. Ook heel erg leuk. Maar dat ik wel ook tegen mezelf zei van, oké, Lotte, nu gaan we het weer eventjes rustig aandoen. Even een stapje terug. Je hebt nu jezelf in het diepe gegooid. Nu weet je hoe het is. Nu kan je weer eventjes rustig aandoen. Je ziet wel wat er gebeurt. In diezelfde week dat ik dus 4 dates heb gehad, had ik ondertussen met 1 iemand nog een ander heel erg leuk gesprek op Inner Circle. Dit was dus man nummer 5, noem ik hem even. Dit klinkt heel slecht. De 5e man met wie ik een serieus leuk gesprek had via Inner Circle. En eigenlijk vond ik deze man, van al deze mannen, meteen het leukst via Inner Circle, want zijn foto's spraken me meteen aan. Is misschien heel erg, maar ik heb dus zijn foto's meteen naar al mijn vriendinnen gestuurd. Zo van, oh mijn god, kijk deze man. Deze man is echt mijn droomman. Kijk hoe knap die is. Dit is helemaal wat ik wil. Oké, het wordt inmiddels donker, zie ik. Dus ik ga even een lampje aanzetten en mijn batterijsbanen licht. Dus ik moet ook even mijn andere camera erbij pakken. Kleine cliffhanger, maar ik ben zo terug. Goed, daar ben ik weer. Met een andere camera en met iets minder goede belichting waarschijnlijk. Ik hoop dat het een beetje oké is. Er was dus nog een 5e man met wie ik aan het praten was op Inner Circle. En dit was de man die ik qua uiterlijk meteen het leukst vond. Het gesprek dat we hadden was ook heel erg leuk. Aan hem had ik inmiddels ook mijn WhatsApp-nummer gegeven, omdat wij hele boekwerken naar elkaar schreven. Elke dag. Ik maak geen grapje. Echt elke dag zulke lappe tekst naar elkaar. Hele verhalen. Ook echt heel anders dan, hey, hoe was jouw dag? Wat heb je gedaan afgelopen weekend? Lekker weer, hè? Moest je werken vandaag? Nee, gewoon echt meteen dat ik dacht, hè, dit zijn leuke gesprekken. Dit is wat ik wil. Ik merkte dat ik die dating app alleen nog maar opende voor hem. Om te kijken of hij me al een bericht had teruggestuurd. En toen hebben we dus na een aantal dagen nummers uitgewisseld. En vanaf dat moment heb ik ook niet meer gekeken op Inner Circle. Want ja, ik had gewoon met deze man een heel leuk gesprek. Toen hebben we onze boekwerken vervolgd op WhatsApp. Echt hele lappe teksten naar elkaar. En op een gegeven moment stuurde hij zijn eerste voice memo naar mij. En toen dacht ik,
Zijn stem is ook nog eens fijn om naar te luisteren, want dat is voor mij ook heel belangrijk. En toen vroeg hij of ik al een keer in zijn woonplaats was geweest. En dat was niet het geval, dus ik zo, nee. Dus hij zat echt zo van, nou, dat kan echt niet. En toen zei hij, aankomend weekend is er een hele leuke expositie hier in het museum. Heb je zin om mee te gaan? Dus toen dacht ik, ja. En ik vond dat ook zo'n leuk origineel idee voor een eerste date. Samen naar een museum, dat is toch super leuk. Dus dat heb ik gedaan. Ik ben toen met de trein naar zijn woonplaats gegaan. En we hadden afgesproken dat hij me kwam ophalen op het station. En ik zag hem en hij was in het echt net zo knap als op zijn foto's. Hij had echt zo'n fijn stemgeluid en ik voelde me meteen helemaal op mijn gemak bij hem. En toen vroeg hij of ik zin had om eerst eventjes een koffietje ergens te halen voor on the go onderweg naar het museum. En toen hebben we dus koffie gehaald en die hebben we opgedronken onderweg naar het museum. Terwijl hij me een beetje van zijn stad liet zien. Vond ik echt super leuk. Hij had overal iets over te vertellen. En ja, het gesprek liep gewoon echt super vlotjes. En toen waren we dus in het museum. Ja, daar moet je natuurlijk altijd een beetje zachtjes doen. Dus ik dacht wel van, oh shit, nou kunnen we niet lekker met elkaar kletsen. Maar omdat we dus zachtjes moesten doen, moesten we wat dichter bij elkaar gaan staan en een beetje met elkaar fluisteren. En dat was eigenlijk dus juist wel heel erg leuk en een soort van spannend. Omdat je dan, ja, dichter tot elkaar moet komen. En we raakten eigenlijk niet uitgepraat. Toen we het museum uitkwamen, vroeg hij of ik zin had om nog ergens eventjes een taartje te gaan eten. En ja, ik keek zo op de klok van, oh ja, shit, want ik had nog een andere afspraak staan die avond. Dus ik moest eerst terug naar huis om de honden uit te laten. En daarna moest ik meteen door naar mijn andere afspraak. Geen date trouwens, even voor de duidelijkheid. Naar een verjaardag moest ik. Dus ik had wel tegen hem gezegd van, ja, ik moet wel echt om 4 uur weer in de trein zitten. Want ik heb vanavond nog een verjaardag en daar moet ik echt naartoe. Maar uiteindelijk ben ik dus pas om 6 uur naar huis gegaan. Omdat we het gewoon zo gezellig met elkaar hadden. We hadden echt een hele leuke klik. Hij heeft me nog weer afgezet bij de trein. En toen had ik helemaal zenuwen van, oké, wat gaat hij doen? Gaat hij me een kus geven? Gaat hij me 3 kussen geven? Of omhelzen? Wat gaat deze man doen? Ik vond het echt weer helemaal spannend. Net als op die allereerste date met die allereerste man van Inner Circle. Alleen vond ik dat spannend omdat ik niet wilde dat hij me ging zoenen. Maar dit keer vond ik het spannend omdat ik dacht, ik hoop dat hij me zoent. Of in ieder geval dat hij me een kus geeft of zo. Mijn trein kwam eraan en we moesten afscheid van elkaar nemen. En geen kus, geen zoen. Wel een knuffel en gewoon 3 kussen op de wang. Dus toen dacht ik, ik had zo gehoopt dat hij me een kus zou geven. Maar ik vond het aan de andere kant ook wel weer heel netjes en heel beleefd dat hij dat niet deed op de eerste date. En toen hebben we wel gewoon meteen naar elkaar uitgesproken van, ik vond het echt super gezellig. Eigenlijk wist ik al wel zeker dat ik nog een keer met hem op date zou willen. Want we hadden het echt super, super leuk gehad, die eerste date. Dus er volgde een tweede date. En we hadden in de tussentijd heel veel met elkaar geappt en heel veel voice memos naar elkaar gestuurd. Maar echt elke dag een heleboel. We hadden het ook gehad over wat je qua kleding leuk vindt bij het andere geslacht. En ik had gezegd dat ik het altijd sexy vind als mannen een trainingsbroek aan hebben. Ja, dat is misschien heel gek, maar dat is een soort dingetje. Dat vind ik gewoon aantrekkelijk. Dan denk ik echt, een trainingsbroek. Toen hadden we dus de tweede date. Hij kwam me weer ophalen bij het station. En toen had hij dus een trainingsbroek aangetrokken. Omdat hij wist dat ik dat zo sexy vind bij een man. Dus ik moest toen natuurlijk heel erg hard lachen toen ik dat zag. We kwamen zo aanlopen en toen hebben we elkaar een klein kusje op de mond gegeven. En toen kreeg ik echt meteen al van die kriebeltjes in mijn buik. En toen zijn we ergens gaan wandelen in een heel mooi natuurgebied. We liepen door een bosrijke omgeving. En op een gegeven moment pakte hij mijn hand. En dat voelde echt, ja, heel fijn en heel vertrouwd. Dus wij liepen daar hand in hand. En op een gegeven moment zag ik rechts van mij paarden staan in de wei. En het was gewoon zo'n mooi aanzicht. Het was ook een beetje regenachtig die dag. En ja, ik vond het gewoon heel mooi. Dus ik bleef even staan om ernaar te kijken. En toen kwam hij achter me staan. En toen deed hij zijn armen om mijn middel vanaf de achterkant. En toen kreeg ik echt, toen had ik echt zoiets van, ik kreeg allemaal kriebeltjes in mijn buik. En toen draaide ik me om en toen hebben we gezoend. En dat was echt zo romantisch op de een of andere manier. Het was echt zo'n filmscène. Ja, dat was gewoon echt een hele, hele goede zoen. En het voelde zo fijn en zo goed en vertrouwd. En ik vond hem zo leuk en lief en aantrekkelijk. En ja, het was gewoon een hele, hele fijne, leuke tweede date. Uiteindelijk ben ik echt pas met de laatste trein terug naar huis toe gegaan. Omdat we het zo fijn hadden met elkaar. En eigenlijk vond ik hem dus al heel snel wel heel erg leuk. Maar vond ik het nog best wel spannend om dat toe te geven aan mezelf. Want ik zat midden in de verkoop van mijn vorige huis.
En ondertussen was ik al bezig met dit appartement. Dus het was een super hectische, stressvolle, emotionele periode waar ik doorheen ging. Ja, daar heb ik het natuurlijk ook met hem over gehad. En hij begreep dat volledig en gaf mij heel erg de rust en de ruimte die ik nodig had op dat moment. Maar ja, ik kon er natuurlijk niet omheen dat ik deze man ontzettend leuk vond. En hij mij ook. We hadden elkaar gewoon echt helemaal gevonden. Dus ja, het zal jullie wellicht ook niet meer verrassen na dit verhaal. Dat het antwoord op jullie prangende vraag of ik een nieuwe vriend heb, ja, is. Ja, we zijn inmiddels officieel bij elkaar. En al een tijdje nu. En het voelt echt ontzettend goed. En heel erg fijn. En hij maakt mij heel erg gelukkig. Ik ben gewoon echt super gelukkig. Het klinkt zo stom dat ik nu moet huilen. Maar ja, deze man maakt mij gewoon echt heel erg gelukkig. En ik had gewoon niet verwacht dat ik iemand zou tegenkomen bij wie ik me zo fijn zou voelen. Met wie het gewoon zo goed klikt en die zo goed voor me is. En ja, nogmaals, die me gewoon zo gelukkig maakt. Het is gewoon echt zoveel leuker en beter dan ik had durven dromen. Dit zijn gewoon echt tranen van geluk eigenlijk. Wacht even hoor. Goed, lang verhaal kort. Deze man heeft mij er echt doorheen gesleept de afgelopen paar maanden. En ik heb er echt zoveel bewondering voor hoe volwassen en goed hij met die hele situatie is omgegaan. Want ik was echt een beetje een wrak tijdens de verkoop van het koophuis. Ik vond het echt allemaal heel erg zwaar. Hij heeft mij gewoon zo goed opgevangen, maar tegelijkertijd mij heel erg de ruimte gegeven om alles af te handelen wat ik moest afhandelen. En dat heeft hij gewoon ontzettend knap gedaan. Ja, dat was echt heel erg fijn. En ik had het eigenlijk echt niet zonder hem gekund. En dat heeft ons in een korte tijd echt super hecht gemaakt. Ondanks dat hij mij heel erg die ruimte heeft gegeven, maar toch, ja, zijn we daardoor heel snel naar elkaar toe gegroeid en wisten we gewoon heel snel wat we aan elkaar hebben. En inmiddels is die hele hectische, stressvolle periode voorbij en zit ik nu in een rustiger vaarwater. En kunnen we echt volop van elkaar genieten en hebben we het zo ontzettend fijn. We doen heel veel leuke dingen met elkaar. We hebben elkaars familie al ontmoet. Het gaat gewoon allemaal super goed. We hebben nog geen irritaties onderling, nog geen ruzies gehad. Het is gewoon allemaal heel fijn. Echt, het is gewoon zo fijn. We maken elkaar echt gelukkig. En ja, ik ga niet weer huilen. We gaan samen op vakantie. Nu weten jullie dat ook. Ik kreeg al heel veel vragen. Met wie ga je op vakantie? Nou ja, we gaan dus samen op vakantie voor het eerst. Ik heb er echt onwijs veel zin in. Ik noem trouwens expres zijn naam nog niet. Dat komt vast op een gegeven moment wel een keer. Maar voor nu vind ik dat nog even een stapje te ver. En is dit al best een grote stap. Voor ons beiden trouwens. Jullie zien af en toe natuurlijk een mannelijk been of een mannelijke arm voorbij komen op mijn Instagram. Nu weten jullie van wie dat is. Zijn gezicht hou ik ook nog eventjes privé. Het is trouwens wel al een paar keer gebeurd dat volgers ons samen hebben gezien. En dat vind ik ook helemaal geen probleem. Maar ja, het is natuurlijk iets anders om iemand echt zo in mijn vlog of op mijn Instagram te laten zien. Full face met namen en al. Dus dat doe ik voorlopig nog eventjes niet. En ik hoop ook dat jullie dat begrijpen. Nou, dat was deze video dan. Ah, het voelt echt als een soort opluchting dat ik dit nu met jullie heb gedeeld. Op de een of andere manier. Echt zo grappig. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer. Doei!